Wanneer u slecht ter been bent, is het verstandig om uw huis zo in te richten dat de kans op vallen zo klein mogelijk blijft. Kijk welke drempels in uw huis zijn te verwijderen of te verlagen. Zorg dat uw vloeren niet te glad zijn en dat er geen losse kleedjes liggen waar u op weg kunt schuiven. Zorg voor antislipmateriaal in badkuip, douche en op de badkamervloer. Zorg ook voor stevige handgrepen aan de muur, bij de badkuip, douche en op het toilet. Over snoeren op de grond kunt u gemakkelijk struikelen. Het is verstandig om ze zoveel mogelijk weg te werken, bijvoorbeeld in speciale kabelgoten of door ze vast te klemmen aan de plinten. Laat zo min mogelijk spullen los in huis rondslingeren. Zorg voor voldoende kasten of haken aan de muur waar u dingen aan op kunt hangen. Let op de hoogte van kastruimte en haken. Probeer te voorkomen dat u een opstapje moet gebruiken om veel gebruikte spullen te kunnen pakken. Als u toch een opstapje nodig heeft, gebruik dan een stevige huishoudtrap. Gebruik liever geen krukje of stoel. De kans op vallen is dan groot. Zorg voor goede verlichting op de trap, zodat u de treden goed ziet en laat geen losse spullen op de trap liggen waar u over kunt struikelen. Als de traptreden glad zijn, kunt u antislipstrips gebruiken. Hang geen dingen in het trapgat zoals de was. Als u moet bukken of opzij stappen, kunt u makkelijker vallen. Zorg ervoor dat u goed ziet. Heeft u een bril nodig, laat dan jaarlijks controleren of de bril nog van de juiste sterkte is. Zet een leesbril af als u gaat lopen. Met een leesbril op zit u de vloer niet goed tijdens het lopen. Loop op platte schoenen met rubberen zolen. Zorg dat uw beenspieren sterk zijn door veel te wandelen, te fietsen of te oefenen op een home trainer. Gebruik geen slaappillen. Die zorgen ervoor dat u overdag suffer bent en minder goed oplet. Pas op met alcohol. Als u slecht ter been bent, is de kans op vallen met een glaasje op extra groot. Dus liever geen of hooguit één glaasje per dag en liever niet elke dag. U kunt eventueel een valalarm of een seniorenalarm aanschaffen. Dit is een alarmknop die met een koordje om uw nek hangt. Als u valt en niet meer op kunt staan, drukt u erop en er komt hulp. Het zijn misschien wat veel adviezen, maar als u er maar met een paar begint, dan is de kans dat u valt alweer een stuk kleiner.